Hallo allemaal, ik ben Anna Magdalena Zijne. Ik ben personal coach en astrologe en medeoprichter van Anders Samen. Ik heb besloten om korte films over astrologie te maken, omdat ik jullie op een heel laagdrempelige manier in contact wil laten brengen met astrologie. Vandaag wil ik jullie vertellen over de nieuwe maan, de aankomende nieuwe maan, dat op 18 april plaats zal hebben. Wat is een nieuwe maan? Een nieuwe maan is een nieuw begin van een cyclus. Bij een nieuwe maan wordt iets nieuws gezaaid. Het is een periode waarin het licht van de maan niet zichtbaar is. Deze nieuwe maan zal in Ram plaats hebben. En Ram is een energie dat heel snel dingen wil en heel vluchtig dingen in gang wil zetten. Aan de andere kant hebben we Jupiter dat direct is gaan lopen op 8 april. En Jupiter is ook het planeet van optimisme, van uitbreiding, van willen over het grenzen gaan, de groei, expansie. Is ook een planeet van willen begrijpen, het wereld willen begrijpen, een eigen filosofie willen opzetten in de wereld. En die fase van direct lopen en retrogradatie, het is net zoals je eerst heb je gewoon iets in gang gezet. Dat was Jupiter dat in leeuw. Jupiter loopt in leeuw. Loopt direct. Je wil uitbreiden. Je wil nieuwe dingen in gang zetten. En dan komt een periode dat Jupiter vertraagt. En het gaat stilzitten. Dat is het meest krachtige moment. Waarin het een soort crisis wordt ervaren. In dat wat je begonnen bent. Om daarna Jupiter weer terug te gaan. En dat terugbeweging noemen wij retrograde. Een Jupiter retrograde, wat afgelopen tijd is geweest, was een tijd van herevalueren, van herplannen, hervoelen. Is dit wat ik echt wil? Is dit wat ik echt voel? En Jupiter is weer nu direct gegaan, dus nu komt weer een vorm van enthousiasme, van iets verder willen zetten, iets herplannen, iets wat hergepland is, weer willen vooruitgaan. En ja, het is een heel optimistische tijd. Dus voor degenen onder jullie die hun radix kunnen lezen, daar waar Jupiter nu loopt, in het huis waar Jupiter nu loopt, dat hij staat momenteel op 12 graden 44 in leeuw. Daar waar het huis waar het in loopt, dat geeft aan op welk gebied van je leven groei en expansie mag verwachten. Indien je je radix niet zelf kan lezen, stuur maar een e-mail. En ik zal voor jou je radix kunnen duiden. Planeet Mercurius gaat op 15 april het teken stier binnen. Het loopt nu momenteel door Ram, wat onze communicatie wat feller kan maken en wat ongeduldig. En dat mensen meer heel snel vertellen wat ze denken en dat het soms heel kwetsend kan overkomen op anderen, omdat het is gewoon heel veel communiceren, heel snel, direct vanuit het kern, zonder rekening te houden met anderen. Vanaf 15 april gaat dat veranderen, Mercurius gaat naar Steer. Een Steer is zo een teken dat heel rustiger is, die heel goed nadenkt, die heel langzaam beweegt. Dus voor degenen van jullie die dingen heel snel willen laten gaan, zullen jullie wat vertragingen verwachten. Omdat de stier een teken is van rustig zijn gang gaan, rustig langzaam op gang komen en langzaam vooruit gaan. Van heel geduldig en heel secuur willen zijn. Mercurius in Steer zal je helpen om meer goed na te denken voordat je iets gaat zeggen. Dus op zich is wel een positieve. Wil voor ongeduldigen onder ons wel een leerproces.
Maar ik denk, het is een periode dat heel veel raamenergie hangende is. Dat dingen snel moeten gebeuren. En ook met de nieuwe maan in ram, denk ik dat een beetje steer ons zal ondersteunen om meer op down to earth te zijn en de zaken wat grondiger aan te kunnen pakken. We hebben Mars in steer, dat ook wat meer tempert. Want kijk, ram wil van alles en het wil snel, maar Mars in ram zegt, wacht even, je moet eerst goed je huiswerk doen voordat je begint. En je moet heel goed nadenken voordat je iets wil neerzetten. Op 15 april gaat Pluto retrograde lopen. En wat hij nu direct aan lopen is, zullen zaken meer naar binnen gaan richten. Elke planeet dat retrograde is een kracht dat naar binnen keert. Dus Pluto is de planeet van macht en onmacht, van kracht, van dingen willen transformeren. Als zo'n planeet direct loopt, dan gaan we heel veel van binnen naar buiten kijken naar de wereld. En ook wijzen naar anderen, dat de anderen ons willen veranderen of dat de anderen ons willen transformeren. Het is een vorm van strijd, van machtsstrijd hangen. Als Pluto retrograde loopt, dan is dat kracht gaat naar binnen. Dus dan het is een moment van evalueren, van retrospectief kijken naar wat wij afgelopen maanden hebben gedaan en hoe wij gehandeld hebben. En de vraag dat centraal is, hoe gaan wij om met onze eigen kracht? Hoe doseren wij onze eigen kracht? In hoever zijn wij anderen aan manipuleren? Of in hoever willen wij anderen transformeren? Het is een stukje verantwoordelijkheid. En over verantwoordelijkheid gesproken, het is, Saturnus is het planeet van verantwoordelijkheid. En hij loopt momenteel ook retrograde. Dus het is weer een tijd van naar binnen keren. In hoever is mijn eigen filosofie en mijn eigen visie een visie dat past in deze wereld. Een visie dat gegrond is. In hoever ben ik realistisch? Dus ja, het is een periode van evaluatie, van ideeën, van filosofie, van gedachtegoed. Venus is het planeet van verbinden, van liefde. Is het planeet dat aangeeft waar onze waarden en normen zijn, wat wij belangrijk vinden in een relatie, wat wij belangrijk vinden in anderen. Het kan ook staan voor onze materiële waarden, dus ook het geld, ons eigen geld. Venus is momenteel in tweeling. En tweeling is een teken van een luchtteken dat heel snel is in de redenering en heel vluchtig is. Dus Venus in tweeling kan het misschien aangeven dat een tijd is waarin wij heel snel met elkaar willen relaties aangaan en heel vluchtig. En het geeft ook een bepaalde mate van nervositeit, van geen tijd hebben om diepte in te gaan. Aan de andere kant staat Saturnus, dat het weer oppositie Venus is. Dus het kan wel zijn dat in relaties wat fricties zijn, wat meningsverschillen wat vind ik belangrijk, wat zijn mijn waarden en wat zijn jouw waarden. En daarin een bepaalde mate van spanning. Daarbij is ook die planeet Neptunus dat een vierkant maakt met Venus. En dat kan ook een hoge mate, een hoge verwachtingen scheppen. Dat je heel veel verwacht van je partner, van je geliefde. Dat je heel veel verwacht van mensen waarmee je in relatie bent. En dat je daar
daarin onthoogd kan raken. Want ik zou zeggen, ga meer op je eigen intuïtie steunen en probeer minder van anderen te verwachten. Het is een tijd waarin het vertrouwen meer vanuit jezelf moet komen en heel weinig bevestiging vindt in de buitenwereld. Op het moment dat wij de bevestiging nodig hebben van anderen, maken wij ons afhankelijk van anderen. Je moet meer leren om te vertrouwen op je eigen intuïtie en jezelf de bevestiging te geven die je nodig hebt. Misschien willen we erkenning van de buitenwereld en hebben we het gevoel dat we een glimp hebben kunnen vangen van onze levensdoel. Van dat wat voor ons pad ligt en de kant waar we op moeten gaan. Ik kan me voorstellen dat je daar heel veel nog over twijfelt. Weet dat twijfel erbij hoort. En weet dat een andere jou de erkenning niet kan geven dat je zoekt. Dus probeer bij jezelf te blijven. Probeer in contact met je eigen intuïtie te blijven. Dat wat je voelt is goed. Je hebt misschien het gevoel om dingen snel te willen laten lopen. Je bent ongeduldig. Je wil vooruit gaan. Weet dat het is altijd een tijd van incubatie. En niemand weet wanneer en hoe lang dat gaat duren. Het is ook een klein stukje vertrouwen nodig om te geloven dat wat jij gezaaid hebt zal ontkiemen en het zal groeien. Wij leven in heel machtige tijden. Er zijn tijden waarin wij elk van ons onze weg kunnen scheppen zoals wij willen, indien wij hierin geloven. Blijf geloven in je eigen keuzes. Blijf geloven in jezelf, in dat wat je belangrijk vindt. Blijf luisteren aan de stem van je intuïtie. Dat is de manier waarop onze bovenbewustzijn met ons communiceert. Als je vragen hebt, stuur een mail. Ik kan voor jou een volledige duiding maken. Als je meer wil weten over astrologie, kan je direct op mijn website over astrologie, anna-magdalena.be. En als je meer wil weten over mijn manier van coaching, los van astrologie, dan kan je ook terecht op mijn website www.andersamen.be. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor luisteren en tot volgende keer.